hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 13 mei. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het onwijs koud, maar dat geeft niet. Hoeveel graden is het vandaag? Ik word helemaal doodgespund in de apps. In de groepsapps. Maar ik kreeg er straks wel een keertje. Het is 11 graden. Ja. Vind ik wel altijd wel weer een vervelend puntje, want dan rond 5 uur komt de zon er weer doorheen. En als ik ergens een hekel aan heb, is dat het bijvoorbeeld als je een beetje een bewolkt dagje hebt of een regenachtig dagje hebt gehad, dat dan rond 4 of 5 uur die zon weer doorbreekt. Ik ga daar zo slecht op. Ik vind dat zo niet fijn. Ik denk een familietrekje, want meerdere mensen in de familie hebben het. Gisteravond heb ik gekeken naar Beter Laat Dan Nooit. Na de Datenbos, was wel leuk. Wat verder niet heel veel over te vertellen. Het is wel vaak even mooi om te zien wat voor beperking mensen hebben. Of beperking tussen aanhalingstekens. Vaak zien die mensen het helemaal niet zo. En vaak komen er wel leuke dingen uit. Ze hadden nu drie dates. In ieder geval twee jongens uit België. Die schreven zich in op een dating site. Die hadden allebei een ziekte, waardoor hun spieren heel langzaam afnemen. Dus ook hun hartspier houdt er op een gegeven moment mee op. Ik weet even niet meer de naam van die ziekte. Maar in ieder geval, ze zaten allebei ook al in een rolstoel. Wel eentje die ze zelf konden bedienen. Ze konden nog wel dingen zelf. Die ene jongen wat minder als die andere. Die ene jongen die ging nu op date. Een heel leuk meisje. Maar ja, met zo'n VR-bril en dan dat alles heel erg werkelijkheid wordt of zo. Dus dat meisje dat gilde alles bij elkaar, dat was wel grappig. En dat was gewoon wel leuk. Ik heb Rex gekeken, ik heb weer Kostikul gekeken. Ik heb de vloggen afgemaakt, dat is heel erg top. Dus dat was allemaal wel goed. Ik ga nu zo even lekker de woonkamer doen. Het is wel even nodig. Even alles van zijn plek. En ik moet eigenlijk nog eventjes mijn voorkant. Misschien dat ik daar even mee begin. Even bij mijn voordeur eventjes vegen. Dan kan ik dat even opruimen. Want voordat ik ga stofzuigen. Want het kan zijn dat er wat troep bij komt. En dat kan dan in de prullenbak. Dus ik denk dat ik daar even mee ga beginnen. Want er ligt nu ook nog wat potgrond wat weg moet. En ja, ik moet er eigenlijk gewoon eventjes een emmer water doorheen gooien met wat glooi erin. En ik denk dat ik daar maar even mee ga beginnen. Want dan kan ik daarna gewoon mijn woonkamer doen en dan is dat ook klaar. Want morgen heb ik weer videobellen, dus ik denk niet dat ik dat morgen voor die tijd al red. Dus ik denk dat ik dat eerst eventjes ga doen. Dan zet ik jullie bij het schoonmaken er verder wel bij. Ik kan jullie even een voor- en nabeeld laten zien van hoe het er nu uitziet. Moment. Dit is namelijk de situatie bij mijn voordeur. Dus dan moet ik gewoon even goed vegen. Ik doe wel even een jasje aan. Ik vind het echt onwijs koud. Als ik hier dan even een emmertje met wat chloor langs gooi, dan is het gelijk weer fris. En hier zit ook allemaal bezen. Ik moet eigenlijk een beetje een spul halen voor beesten, maar ik vind dat vond het nog een beetje duur. Maar dit is dus even de situatie, dus dat ga ik nu maar even doen. En de situatie nu. Ik heb er dus een emmer chloor overheen gegooid. Dit loopt vanzelf weg trouwens. Maar ja, het is gewoon weer eventjes wat frisser. Buikt het gelijk weer lekker en het droogt vanzelf op of het loopt weg. Maar het is in ieder geval weer allemaal netjes geveegd. Dus ik ben blij. Gaan we nu maar eens eventjes de woonkamer doen. Thank you.
Het goede nieuws is dat mijn huis schoon is. Ik heb nu een was aanstaande, handdoeken. Mijn voordeur dat droogt ook wel goed. Het slechte nieuws is dat de camera leeg is. Dus ik kan jullie niet bijzetten. Maar geef niet, doe ik al heel vaak natuurlijk. Ik heb in ieder geval gefilmd wat kon. Ik heb nu de camera, heb ik alles al even opgeruimd. In de slaapkamer liggen, die ga ik vannacht lekker opladen. En dan doe ik het nu gewoon even met mijn telefoon. Ga ik jullie niet erbij zetten met bullet journal. Ga ik gewoon even lekker aan de gang. Ga ik niet zo heel lang met bullet journal, want de katten moeten straks eten. Maar gewoon nog even aan de gang. Ik ga even mijn neus snuiten, want... Hoi kort. Ja. Dus dat ga ik eventjes doen. En ik ben in ieder geval weer heel erg blij met een lekker schoon huis. Dus dat is altijd heel fijn. Zo, ik heb even opgeruimd. Ik ben wel even lekker bezig geweest. Dat was wel even fijn. Ik heb het wel onwijs koud. Dus dat is even minder. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Straks even douchen en eet ik lekker frietjes vanavond. Vanavond op tv heb je Steenrijkstraat Arm. Ik denk dat ik het wel even kijk, ondanks dat het herhaling is. Maar Hart in Actie, dat vind ik wel heel mooi. Ik kijk vanavond Gossip Girl en Rex. Ik moet nog even een artikel schrijven. De vlog moet ik nog even inplannen en de thumbnail en zo maken. Maar dat is verder nooit zo heel veel werk. Als het een beetje wil. Hij had wel een beetje moeite met save gisteren de vlog. Dus ik moet eigenlijk de laptop. Ik moet alles een beetje leegmaken. Laptop. Mijn telefoon zit vol. Er kan geen nieuwe update op. De iPad zit er volgens mij ook redelijk vol. Ik moet even wat ruimte gaan maken. Maar ik ga even Google kijken hoe ik dat het beste kan doen. Want ik heb al heel veel foto's en zo verwijderd. Maar dat zet niet echt zoden aan de dijk. Dus... dat is nog even afwachten. Ja, voor de rest eigenlijk geen spannende avond. Gewoon lekker programmaatjes. Gewoon even lekker basic. Straks lekker met een... sorry hoor. Lekker met chillkleding op de bank. En dan ga ik gewoon een avondje houden. Moet niet vergeten de batterij op te laden, maar dat komt goed. Dus ik ga jullie dan bij deze ook morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 14 mei en Curly Wurly is klaargemaakt. En kijk, mijn haar is gekruld zijn. Nou ja, slag meer. Dit is echt puur natuur. Hier is geen krultang aan te pas gekomen of een andere tang. Dit is dus mijn haarstijl. Vroeger had ik dit dus niet. Vroeger had ik wel echt redelijk stijl haar, geloof ik. Het grappige is, Nathalie had vroeger als... zo, moeilijke zin. Nathalie had vroeger als kind zijnde echt krulletjes. Dat was echt super schattig. Ik denk ook echt dat de baby straks krulletjes gaat krijgen. Dat Frank heeft ook een beetje krulhaar. Als hij er geen gel in heeft. Frank vindt het pas niet leuk dat ik dit nu vertel. Want we zien Frank eigenlijk nooit met zonder gel. Ik pas heeft Nathalie een keer een foto gezien. Want ik zei, hoe ziet dat er dan uit? Toen had hij geen krul in. Of geen gel erin. Dan had hij inderdaad een beetje krulletjes. Maar Nathalie had het vroeger dus ook. Die heeft toen een keer haar af laten knippen. En die heeft sindsdien gewoon echt heel stijl haar. En ik, bij mij is het gewoon alleen maar krulleriger geworden. Of ja, meer slachten in. Het ziet er heel mooi uit, maar het is wel moeilijk te onderhouden. Maar goed, dat hoor je vaak, hè. Mensen die stijl haar hebben, die willen krullen of slag. En mensen die slag hebben, die willen het stijl hebben. Nou, ik vind dit eigenlijk wel heel erg mooi, maar ik hoef niet per se stijl haar. Ik kan het zelf maken met steltang, alleen zal mijn haar nooit compleet stijl worden. Maar goed, dat was even omtrent mijn haar. Ik heb zelf een videobelgesprek, ik heb er vandaag geen zin in. Ja, het is weer therapie sessie thuis. Super fijn dat dit kan, maar ik ben er weer een beetje uit. Vorige week is het niet, was het niet. En die week, volgende week zal het ook niet zijn, want het is de hemelvaartsdag. Ik heb er gewoon niet zoveel zin in vandaag. Ik heb een beetje koppijn. Maar goed, we gaan het gewoon doen. Ik wil even bullet journal en eigenlijk even mijn wasje opvouwen. Want ik heb gisteren de handdoeken gewassen. Die hangen nu daar. Die hangen nu te drogen. En ik heb die was even afgehangen. Die wil ik even opvouwen. En ik moet ook weer hoognodig een nieuwe was aanzetten. Want het is echt drama met het wassen. Voor de rest heb ik gisteravond naar Steenrijkstraat Arm gekeken. Ja, was wel een herhaling. Ik wist het ook even niet meer. Maar dat was dus die... dat was met een man, die was vroeger een vrouw geweest. En die was dus nog niet zo heel erg lang geleden de operaties ondergaan om man te zijn. En ik heb toch altijd het idee dat van man naar vrouw beter lukt dan andersom. En hoe komt dat? Vaak omdat... als man zijn, dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment de baard in de keel. En als je er op wat latere leeftijd mee begint, is het best wel moeilijk om die stem anders te krijgen. En
als je het hier niet mee eens bent of voel je absoluut niet aangesproken, maar dit is een beetje mijn mening. Dat idee krijg ik gewoon soms een beetje. Dat je vaak toch een beetje, de stem is toch moeilijker. En ik geloof dat je daar ook allerlei dingen voor kunt doen hoor. Maar ja, ik zag het ook eigenlijk niet echt dat hij vroeger vrouw was geweest. Maar het was dat ze hun dat zeiden. Dus dat was wel leuk, ondanks dat herhaling was. Daarna heb ik Hart in Actie gekeken. Dat was ook wel een hele mooie uitzending weer. Dus dat, ik heb Gossip Girl gekeken en ik heb Rex gekeken. En het leuke is dat ik nu steeds op internet ook allerlei dingen tegenkom omtrent Gossip Girl. En dat is vast eerder gebeurd, anders skipte ik die artikelen. Maar nu omdat ik die serie kijk, vind ik het wel leuk om te lezen. Alleen had ik beter niet kunnen doen, want ik weet nu ook hoe Gossip Girl eindigt en wie Gossip Girl is. Dat is een beetje jammer, want ik weet het nu al. Het is eigenlijk een beetje gespoilerd, maar goed, dat is gewoon het risico omdat het al een oude serie is. Maar goed, ik weet verder natuurlijk niet hoe dat in zijn werking gaat en zo. Maar ik wist ook eigenlijk niet dat er onthuld zou worden wie Gossip Girl zou zijn. Omdat je dus een vrouwenstem hoort die steeds praat. Maar er schijnt dus echt iemand achter te zitten van die hele groep. Ik ga niet zeggen wie het is, want misschien ken jij de serie nog niet, zou je het ook willen kijken. Maar als je het zou willen kijken, als je het nooit gezien hebt, ga niet die artikelen lezen. Want dan weet je dus ook wie Gossip Girl is. En dat is een beetje jammer. Ja, ik ga eventjes stofzuigen. Ik had vannacht de plantjes binnengehaald, want het zou een beetje gaan vriezen. En dat is ook wel gebeurd, want het was echt super koud. Dus dat heb ik maar even binnengehaald. En nu staan de plantjes nog in de keuken, die kunnen wel weer naar buiten. Ik weet niet of er vannacht weer nachtworst gaat komen. Dus moet ik even op het nieuws in de gaten houden, het weer vanavond. Dus dat is eigenlijk een beetje, ja, wat ik ga doen. Plantjes naar buiten, stofzuigen, even mijn wasje opvouwen. En dan moet ik om 3 uur weer klaar zitten voor het videobelgesprek. Dat ga ik maar eventjes doen. Dan kan je er wel even bij zitten bij de was opvouwen. En we bullet journalen sowieso. Dus dat is even de planning. Katjes hebben net gegeten. Ik heb me vandaag wel 3 keer omgekleed. Ja, ik ben gewoon heel erg aan het zweten. Vooral dan ook bij zo'n videobelgesprek ga ik heel erg zweten. Dus ik heb eerst maar weer een andere trui aangetrokken. Maar ja, dan ga ik morgen maar weer eens even wat wassen draaien. Maar het is wel irritant. Ik had ook wel een beetje koud. Maar ja, zodra ik dan voel dat ik mezelf ruik. En ik hoef anderen het maar niet eens te ruiken. Maar ja, goed, er is hier niemand anders behalve ikzelf. Vind ik zelf vies, ga ik me alweer omkleden. Ja, zo krijg je natuurlijk ook wel heel veel was. Het videogesprek ging goed. Ik ben nu bezig met een boekje over autisme. Het is wel een heel oud boekje al hoor. Het is een boekje van 2013, waardoor er dus ook nog best wel wat dingen in staan die dus nu eigenlijk ook niet meer van toepassing zijn. Want in die periode werden de autisme termen nog heel erg gebruikt, zoals Asperger, PDD-NOS, klassiek autisme. Tegenwoordig is alles gewoon één soort autisme. Dus je hebt alleen, het is onderverdeeld in punten. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Nou ja, als je dan bijvoorbeeld 5 hebt, dan heb je een hele zwaardere vorm. Maar zit je op 1, dan heb je een minder zware vorm. En het boekje is ook heel erg gebaseerd op mannen. Omdat het bij mannen makkelijker vast te stellen is dan bij vrouwen. En het ook wat vaker voorkomt schijnbaar. Nou, het is evengoed wel leuk om zo'n boekje door te lopen. Je bespreekt wat dingen. En eigenlijk kun je in feite een soort streepjescode creëren. Want bijvoorbeeld één autisme-kenmerk kan heel erg bij jou van pas komen. Dus dan krijg je een dik streepje. Maar er kan ook een autismevorm zijn die heel licht bij jou van pas komt. Dan krijg je een dun streepje. Waardoor je dus uiteindelijk een soort streepjescode kunt maken van hoe jouw autisme eruit ziet. Dat vond ik best wel grappig. Ik heb het ook even over mijn dromen gehad. Ik moet nu gaan noteren wanneer ik nachtmerries heb en wat ik ervan herinner. Dus dat moet ik nu gaan noteren.
En ik wil naar de later naar eens gaan kijken. Dus daar ga ik vanaf morgen mee beginnen om te noteren van wat heb ik gedroomd. Het hoeft niet heel uitgebreid, maar waar heb ik last van? Wat kwam er in voor? En ook of het echt in tijden zijn dat ik er heel veel last van heb. Of dat er ook periodes zijn dat ik er geen last van heb. Dus dat ga ik nu noteren. Volgende week is het Hemelvaartsdag. Maar dan heb ik op vrijdag het videobelgesprek. Dan heb ik het alleen met de psycholoog, zeg maar. Want mijn coach die gaat weer aan het werk volgende week. Dus ik krijg er nog een appje over. Dus als het goed is, komt ze volgende week weer. Die wil het weer langzaamaan gaan oppakken. Maar op zich was het allemaal positief. Ik heb nog even heel kort gebullet journaled. Maar er was niet zo heel veel tijd meer over. Want de katten moesten bijna eten. Het gesprek duurde gewoon iets langer. Maar dat geeft niet. De was ligt in ieder geval ook opgevouwd. Het is alleen nog een kwestie van in de kast leggen. Dus op zich was het dikke prima. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Want het putt me best wel uit, dit soort gesprekken. Maar dat heb ik de vorige keer ook al gezegd. En dat geeft helemaal niet hoor. Maar mijn energielevel gaat wel wat omlaag. Vanavond kijk ik weer gestalkt in Meester Frank Visser. Hoe is het nu met? Ik heb Gossip Girl en ik heb weer Morten. Dus dat is eigenlijk mijn avond. Ik ga straks lekker koken. Ik heb snijboontjes. Ik heb nog steeds wel last van mijn kaak. Maar ik ben nu best wel de hele week eigenlijk best wel gezond bezig. Alleen gisteren had ik frietjes. Dus op zich gaat het best wel goed. En ik zit te denken of ik misschien mijn Wii weer eens een keer wil gaan aansluiten. Ik las een artikel dat iemand de Wii weer had aangesloten. Omdat ze nu gewoon wat meer thuis waren met corona. Ik heb nog een Wii. Misschien is het wel leuk om er weer eens gewoon wat te gaan doen of zo. Dat ik gewoon weer eens een keer wat meer ga sporten op de Wii. Want ja, misschien, ik weet niet of het echt helpt voor je conditie of zo. Maar misschien is het wel leuk. Daar ga ik nog eens even over nadenken. Ik heb nog een hele oude Wii hoor. Gewoon geen zo'n hele oude, niet zo'n... wat is er later? Later is er een nieuwe Wii uitgekomen. Ik heb nog de alleroudste Wii die er is. Heb ik ook al jaren. Maar ik gebruik hem al jaren niet meer. Of misschien is het wel weer leuk om op te pakken. Ik ga nu in ieder geval relaxen. Zo. Gaat vandaag lekker met praten? Niet. Ik ga nu even lekker relaxen. En ik zie jullie morgen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 15 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik heb een make-up look gemaakt met een nieuw oogschaduwpalet. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Die ben ik aan het testen. Ik vind hem echt heel erg leuk geworden. Ik ben er heel blij mee. Vandaag op de planning de slaapkamer. Ik wil zo even een wasje aanzetten. Een beetje opruimen daar. En dan even lekker schoonmaken. Dus lekker mijn bedje verschonen. Dus dat is top. Gisteravond gekeken naar gestalkt. Het was weer super heftig. Was een meisje. Of meisje. Een jonge vrouw. Ik moet wel zeggen dat ik haar heel nuchter in de situatie vond. Ze vertelde het allemaal heel nuchter. Ik had het idee dat ze uit Friesland kwam. Ik heb het idee dat die mensen best wel nuchter in het leven staan. Maar goed, dat idee kreeg ik heel erg erbij. Maar goed, dat, zij had een man ontmoet. Maar doordat hij op een gegeven moment in het buitenland is gaan wonen. En daar veel voor zijn werk zat. Hebben ze wel een beetje contact gehouden. Maar dat contact was een beetje doodgebloed. Toen heeft zij een relatie gekregen met iemand anders. Maar na 8 jaar strandde die relatie. Maar die man die, waar zij dus dat contact mee had. Die in het buitenland zat. Bleef wel telkens door haar hoofd spoken. Dus ze heeft eigenlijk via social media. Heeft ze hem gewoon een berichtje gestuurd. En hij reageerde ook vrij snel. Nou, het kwam weer een heel leuk gesprek uit voort. Uiteindelijk elkaar ontmoet. Wat wel een beetje lastig was doordat ze niet in hetzelfde land woonden. Het was allemaal leuk en zo. En ze reisde ook af naar Griekenland waar hij dus woonde. En het was allemaal heel erg leuk. Maar toch al gauw kwamen er wel wat dingetjes die zij niet zo kon waarderen. Zo verbood hij haar om naar de Zwarte Cross te gaan. Ze had al heel lang geleden een kaartje gekocht. Ze wilde naar die Zwarte Cross toe. Nee, dat wilde hij niet. Hij vertrouwde haar niet. Ze zou daar vreemd gaan. En nou, hij had allerlei argumenten. Ze is uiteindelijk wel naar die Zwarte Cross gegaan. Heeft haar helemaal bestookt met berichtjes van waarom doe je dit, tijgertje? Vond hij helemaal niet leuk. Toen hebben ze ook een Skype gesprek gehad met haar zus. En haar zoontje die kwam af en toe in beeld. En hij deed heel lief tegen dat zoontje. En dat vond die zus eigenlijk gewoon heel raar. Ze zegt het was gewoon een beetje te gemaakt. Het was net opdat hij hun al jaren kende. Hij wist eigenlijk helemaal niks van haar zus of haar zoontje. Dat voelde voor hun eigenlijk niet goed.
Dus ze ging eigenlijk met zo'n niet zo'n heel fijn gevoel uit Griekenland weg. Toen is ze later nog wel een keer teruggegaan om te kijken hoe het toen was. Maar hij dronk ook heel veel en het gevoel was gewoon niet helemaal goed. Toen kwam hij op een gegeven moment naar Nederland toe. En hij zou naar zijn ouders gaan die in België wonen. Zij heeft hem wel naar zijn ouders gebracht. Maar in de auto heeft ze ook gezegd van, wat mij betreft is de relatie klaar. Want ik voel het gewoon niet meer. Het voor mij, ik ben er wel klaar mee. Nou, dat kon hij helemaal niet waarderen. Toen heeft hij haar weer bestookt met berichtjes. En nog voordat ze de straat uit was. En ook als zij bijvoorbeeld haar telefoon een nachtje uit had. Bellen, berichtjes sturen. Dat was allemaal niet oké. Maar hij bleef haar dus stalken en hij wist ook precies wat zij deed, ondanks dat hij in het buitenland zat. Dat was ook zo heel gek. Net of hij heeft gewoon iemand haar laten schaduwen, heeft hij ook foto's van laten nemen. Goed. Het was een onhoudbare situatie, zij was uiteindelijk ook verhuisd. Zij heeft dus gestalkt, het programma gestalkt ingeschakeld. Alleen het lastige in deze zaak was... Die man die leefde dus in het buitenland. Die hebben ze op een gegeven moment kunnen opsporen. Alleen normaal zouden ze dus ook echt naar het buitenland toe vliegen. Maar omdat dit dus nu ook een beetje met rondom de coronavirus. Konden ze niet gaan vliegen. Toen hebben ze dus een confrontatie opgezet. Waardoor zij, de vrouw die gestalkt werd, toch contact op moest nemen met de stalker. Want hij wilde haar iets vertellen. Normaal is dat juist helemaal niet de insteek van het programma. Ze willen juist dat degene die gestalkt wordt niet meer in contact kan komen met de stalker. Maar in dit geval konden ze niet anders. Het was ook wel heel spannend, want zodra Thijs natuurlijk in beeld kwam, was de kans heel groot dat die man zou ophangen. Dat deed hij niet. Hij heeft zijn zegje kunnen doen. Hij heeft op een gegeven moment het gesprek beëindigd, maar had ik wel zoiets van, ik weet niet of het is aangekomen. Maar uiteindelijk was het stalken wel gestopt. Dus dat was wel eigenlijk, ja... Op een of andere manier is het toch doorgekomen. Hij heeft ook gezegd van, als je niet stopt, dan sta ik alsnog bij je op de stoep. Natuurlijk nadat vliegen weer toegestaan zou zijn en dat ja, dat allemaal met corona zou kunnen. Maar het was toch wel doorgekomen, dus dat was natuurlijk mooi. En daarmee is er Frank Visser gekeken. Ja, ging hij weer terug naar twee zaken. En dit zijn dan nog wel recentere zaken die ik ook nog wel weet. Ja, en soms komen er verhalen aan bod en dan denk ik van, ja, wie moet je nou geloven? Dat lijkt me heel lastig. Maar goed, dat was wel even leuk. Ik heb Gossip Girl gekeken en Morten. En dat neemt nu zulke spannende wendingen aan. Echt, oh, ik vind het nu echt ook wel weer... Ik kan me nu erop verheugen om daarna te gaan kijken. Omdat het echt wel super spannend is. De foto's zijn bewerkt. Dus ik kan vanavond mijn artikel schrijven. Ik moet vanavond nog even de video ook editen. Dus nou ja, goed. Dat was verder mijn avond. Niet bijzonder. Zoals ik al zei, ik ga zo de slaapkamer doen. Ik ga even stofzuigen en ik ga even een wasje aanzetten, want de wasmand die pelt uit. Is voor jullie geen nieuws meer, voor mij eigenlijk ook niet. En toch vertel ik het elke keer. Maar ja, ik loop zo ontiegelijk achter altijd met mijn was. Maar ja, dat komt. Zoals gisteren heb ik me al 3 keer omgekleed. Ja, ik heb gewoon echt... ik weet niet, volgens mij zijn mijn hormonen, dat is nooit helemaal gestopt. Dit is begonnen in mijn puberteit dat ik best wel last had van zweten en zo. En ik heb echt best wel dure deodorant en zo. Maar ook dat houdt niet altijd tegen. Het beste voor mij zou zijn om eigenlijk gewoon voordat ik in mijn kleren ga eventjes te douchen. Maar ik heb gewoon niet zo zin om altijd 2 keer per dag te douchen. Omdat ik gewoon aan het einde van de dag wil douchen. Haal ik mijn make-up eraf. Dan vind ik het prettig om gewoon met een schoon gezicht en een schoon lichaam mijn bed in te stappen. Maar ja, goed. Dus vandaar dat ik het meestal gewoon mezelf heel goed was. Maar ja, dat is niet altijd even handig. Maar daarom is de wasband vol. Ik had in mijn bed, ik had zo'n jeuk. Echt alles kriebelde. Mijn rug kriebelde. Nou, daar kon ik gelukkig bij. Mijn been kriebelde. Echt alles kriebelde. Echt verschrikkelijk. Ik zou het bijna op z'n Duits willen zeggen. Want die commissaris Rex zit iemand die zegt altijd schrikkelijk. Schrikkelijk. Nou ja, hij zegt dus verschrikkelijk op zijn Duits, maar hij zegt dat zo vaak dat het gewoon heel grappig is. Goed, stofzuigen. Eerst maar even het wasje erin doen en bij de slaapkamer ga ik jullie erbij zetten. Dus dat gaan we maar eens eventjes doen. Dit is nu de lipsticklade. Oh, is die de blos? Die is nog niet klaar, de lipsticklade. Ik heb nu alle lipstickjes zo staan. Hier heb ik alle matte lippen in zitten. En nog een bakje, dus die heb ik nu hierin zitten. Dus ik ben nu al tevreden. Ik heb hier 2 setjes staan die waar lipsticks in zitten en hier de lipliners. Dus ja, voor nu ben ik er wel blij mee. En nu gaan we even de slaapkamer doen. Ja.
Zo, klaar. Voldaan, maar de slaapkamer is wel lekker schoon. Ik heb de kat aan het eten gegeven. De was draait nog. Ik baal wel een beetje, want het was eigenlijk niet superveel. Maar het witte beddenovertrek wat nu op mijn bed lag, kon er helaas niet bij in. Omdat er al een dekbedovertrek in zat. Dus nou, ik heb het maar even zo gedaan. En dan gaan we wel weer verzamelen. Hierna moet de zwarte was, maar we moeten ook mijn nieuwe handdoeken nog wassen. Dus ja, we hebben nog wel wat te doen. Maar dat ga ik van het weekend wel even doen. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker relaxen. Vanavond kijk ik even tv-kantine. Ik kijk die kijkbuiskinderen. Gossip Girl en Morten. En ik ga dan nog even mijn video editen en mijn artikel schrijven. Dus ja, niet echt een spannende avond. Straks lekker douchen, even eten. Dan ook lekker de bank op. Ja, ik vind het nog steeds wel jammer dat er op vrijdag geen GTSD meer is. Maar het went nu op zich wel meer, omdat het nu al een tijdje zo is. En vooral nu het super spannend is, dan weer gewoon doorkijken. Maar goed, dat zit er gewoon nu niet in. Morgen ga ik boodschappen doen, dus ik weet niet of ik morgen heel veel zal vloggen. Moet ik even kijken hoe laat ik weer terug ben. Hoe laat we überhaupt af gaan spreken, want dat weet ik nog niet. Dat hoor ik allemaal nog wel, maar dat zien jullie dan morgen wel. Of er morgen veel te vloggen valt. Ik heb nu in ieder geval geprobeerd het zo goed mogelijk weer te doen voor vandaag. Ik heb een lekker schoon bed. Ik ga vanavond heerlijk slapen. Hoop ik, zonder nachtmerries. En ja, dan ga ik jullie gewoon morgen weer zien, want ik ga nu niks meer doen. Dus ik zou zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 16 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zometeen boodschappen doen. Dus ik ben al wat vroeger klaargemaakt dan normaal. Dus ja, dat is eigenlijk de planning. En als ik terug ben en er is nog tijd, wil ik even nog wat bullet journalen. Maar we moesten ook even wat klusjes hier doen. Dus ik weet niet of er heel veel van komt vandaag met vloggen. Ik heb gisteren daar de kinderen gekeken. Die kijkbuiskids. Dat was wel heel erg grappig. Want ze keken ook naar een stukje van Casual Trash. En je zag Martien alweer. En het was al gelijk weer, oh wat goed. En ik moet het helemaal niet doen. Ik weet het. Maar het was wel even grappig. En ja, ze hadden wel een aantal programma's, dus dat was wel leuk. Zo grappig hoe kinderen over iets anders kunnen denken. Mijn batterij is bijna leeg, dus ik vlog even zometeen verder met mijn telefoon. Want ik moet mijn batterij opladen, zie ik. Ook heb ik even naar de tv-kantine gekeken. Was ook wel leuk, want er zaten weer wat oudere beelden in. Dus dat was wel heel grappig. Ik had even telefoon. Ik had even telefoon tussendoor. Nathalie komt ook even mee, want ja, je hebt natuurlijk ook al een tijdje niet gezien en die vond het ook wel even leuk. Dus die komt ook eventjes. Dus zien we elkaar ook weer eventjes. En we gaan even wat dingen opmeten, want ik wil heel graag horretjes. Elk jaar heb ik zeg maar van die plakhoren van de Action. Dat heb ik nu echt al een paar jaar. Dat had ik ook in mijn vorige woning. Het werkt op zich de eerste periode wel, maar daarna eigenlijk niet meer. Dus we hebben nu, ga ik die horretjes, ze hebben bij de Action vast te horen en bij Lidl ook. Dus ga ik ook even opmeten voor een hoordeur. Want ik wilde eigenlijk mijn balkon overdekken, maar dat wordt toch wel lastig. Maar dan kan wel lekker mijn deur open van de zomer. Dan kan, zit gewoon zo'n hoorder voor. Dus dan heb ik niet continu dat er vliegen binnen zitten. En dan kan ik ook met koken mijn deur openzetten. Maar dan moeten we even kijken of dat het allemaal past en zo. Ik ga zo even de boodschappentas pakken. Even wat spullen erin doen. En dan komen ze eerst eventjes een bakje doen. Dus ze gaan nu eerst even Nathalie ophalen. En dan zijn ze ook straks zo hier. Dus dan kan ik ondertussen nog even de stofzuiger er doorheen trekken. Ik had trouwens gisteravond nog naar Morten gekeken en Gossip Girl. Ik heb de video ingepland en ja, mijn artikel geschreven. Dus dat was een beetje mijn avond niet heel bijzonder. Lekker mijn boek gelezen. Ik heb alleen niet zo lekker geslapen, want ik heb nu een dekbed erop die heel erg zweet. En ik wist het ergens al wel, maar elke keer pak ik hem toch weer. Maar hij zweet wel heel erg, dus dat vind ik wat minder. Ik ben helemaal in het zwart vandaag, want ik heb gewoon nog steeds een zwarte broek aan met een zwart shirt. Ik leef in deze shirts. Echt, ik had hier meer van moeten kopen bij de Primark, want dit zijn Primark shirts. Ze zijn echt super fijn. Ik hou hiervan. En dan ga ik die eventjes... Die zin klopt eigenlijk niet. Ik weet niet meer wat ik wilde zeggen.
Ik had er gewoon meer van moeten kopen, maar op het moment ligt dat natuurlijk er niet meer. Maar wie weet, zodra de wintercollectie weer komt, dat er wat ligt. Ik weet ook niet of de Primark inmiddels alweer open is. Die is natuurlijk al vrij snel dichtgegaan naar corona. Maar goed, ik kom er voorlopig toch niet, dus op zich geeft het niet. Ik heb alleen een hele zere oksel, want ik heb gisteravond geschoren. En toen heb ik een deo gebruikt en die prikt heel erg. En die heb ik dus nu weer gebruikt, want die neemt nog net iets beter de geurtjes op. Maar nu doet het echt gigantisch zeer. Het bijt als een malle. Maar goed, moet ik maar eventjes doorheen. Is even niet anders. Ik ga even stofzuigen en een boodschappentasje pakken. En dan komen we zometeen deze kant op. Dus zoals ik al zei, ik denk niet dat ik veel ga vloggen vandaag. Maar dan weten jullie even hoe dat komt. Zo, inmiddels stofgezogen. We wachten tot hun komen. Ik laat de wasknijpers maar even zitten, want... ik leg nu de kleding maar op de bank, want we zijn straks toch weg. We gaan ook even naar de Action. Daar komt nog wel een shoplog van online hoor, maar die zal eventjes ieder begin juni pas komen. Want ik heb nu nog wat andere video's staan die eerst moeten. En dan wil ik even kijken met dat scherp stellen of dat nu wel goed lukt. Daar wil ik echt even mee gaan proberen. Maar ik denk dat ik dat maandag even lekker een video'tje ga opnemen of zo. Dus maar dat komt wel goed. Ik was in ieder geval blij dat deze video, voor mijn gevoel was die wel redelijk gelukt. Ik zag later wel, want het is niet het hele fijnste beeld wat je hebt. Maar ik moet er gewoon nog steeds een beetje mee spelen. Mickey! Niet doen! Ik zal even de trap omhoog doen, want Mickey is naar beneden gekomen. Die zat net nog boven, dus ik kan de trap mooi omhoog. Dan hebben we iets meer doorloopruimte. Ik heb normaal gesproken, als ik thuis ben, heel vaak de trap naar beneden staan. Omdat ik vaak omhoog en omlaag loop en vaak nog wel eventjes dit en dat moet doen. Goed, ik ga eventjes wachten tot er zijn, even een spelletje doen en dan zie ik jullie later. Hallo mensen, we vloggen toch nog even. Ik zit gezellig met Nathalie. We zijn aan het wachten, want er werd gevraagd of hij kibbeling wilde. Dus we gaan even lekker kibbeling eten. Ja. En geen haatreacties, ja, geen anderhalve meter afstand, maar Er zit wel afstand tussen hoor, kijk. Nou, want wij zitten geen anderhalve meter, maar we zitten toch een beetje bij elkaar. Ja. Maar dit is het enige plekje waar we kunnen zitten. En ik heb net oordopjes gehaald, waar ik heel blij mee ben. Die laat ik wel zien als ik thuis ben. En ik word dik. Oh, ja, word dik. Ja, maar dat zie je niet. Nee, dat zie je voor. Niet, maar... Het is niet altijd warm, maar kijk, het wurpje groeit goed. Oké, wacht. Zo. Nou ja, we zitten de positie niet uit. Ja, oké. Maar in ieder geval, ze groeit goed. Dus we gaan even wachten tot ons kibbelingetje arriveert. En dan gaan we straks nog even gezellig naar de Action. En ook dat doen wij op anderhalve meter afstand. Maar deze Action is heel goed te doen en het is niet zo druk daar. Dus dat gaan we straks even doen. Familiekwesties doen wij iets minder afstand, maar andere mensen zetten wij heel goed. Maar wij, met familie is het iets anders. Volgens mij zitten mensen ons heel naar aan te kijken dat wij zitten te vloggen hier. Ja, ik vlog. Maar wij gaan zo even lekker wat eten en ik zie jullie sowieso later. Maar dan hebben jullie naast jullie even gezien. Zo, inmiddels weer thuis. Al eventjes. Even nog wat klusjes gedaan. Het was ook heel spontaan dat Nathalie nu even kwam. Hadden we eigenlijk niet afgesproken, maar het was wel leuk nu ook even om elkaar weer even te zien. Want we zien elkaar natuurlijk ook niet zo heel veel. Ook natuurlijk door corona, maar ook eigenlijk, zij is natuurlijk nog heel druk met werk. Ze heeft ook nog geen verlof. We willen eigenlijk nog proberen of we in haar verlof nog een fotoshoot kunnen gaan doen van haar buik, zeg maar. Of haar buik, gewoon dat ze zwanger is, zodat ze eigenlijk ook nog een beetje een leuke herinnering heeft. We moeten even kijken of we hier ergens een mooi plekje kunnen vinden. Misschien met iets met bos leuk is, maar dan moeten we even kijken. Ik kwam er alleen nog achter dat ik mijn medicijn vergeten was op te halen. Dus ik heb even gauw met mijn vader opgehaald. Maar het is gelukkig heel makkelijk, want ik kan het uit de muur trekken. Het is eigenlijk een soort trekautomaat, maar over medicijnen. En je krijgt dan via de mail krijg je zeg maar een bericht. Een mailtje en er staat een code in. Die moet je invoeren, je geboortedatum. En dan kun je je medicijnen eruit halen. Dat was ik gewoon even helemaal vergeten door alles. Ik zal ze even laten zien wat we hebben gedaan. Ik zal nog even wat van de boodschapjes laten zien. De meeste zitten al in de vriezer of zo. Maar ja, ik kom nu even omdat ik met de telefoon te vroeg. Omdat ik vergeet mijn camera op te laden. Maar ja, ik had zoiets, weet je, ik vind het niet zo'n fijn idee als ik iets oplaad en ik ben niet thuis. Dus ik denk, nou weet je, doe ik het gewoon vannacht. Meestal laat ik mijn spullen 's nachts op. Telefoon, tablet, dat soort dingen. Maar goed, een beetje gaar. Oh,
Ja, ik weet niet zo goed hoe het komt. Ik moet nog even een gaatje dichten. Mijn vader had een gaatje geboord, maar het is iets door de muur heen gegaan. Kan gebeuren, maar dat moet ik nog wel even dichten. Maar ik denk dat ik het morgen even ga doen. Ik denk dat ik er niet zo heel veel zin meer in heb. Straks ook wel even lekker douchen, want ik heb ijs in mijn hand. Wel nog even een ijsje gehaald, want het komt weer. Maar ik, ja, met los haar in de wind. En dan gaat je haar in dat ijs. Dus het pikt een beetje, maar ik ga straks lekker mijn haar wassen. Ik had ook echt een hele blauwe mond. Volgens mij heb ik een hele blauwe tong. Misschien inmiddels niet meer. Ik durf het niet uit te steken. Want ik denk dat het heel vies uitziet. Maar ze hadden geen disco dip. Dus ik had blauwe dip. Smaakte ook wel lekker hoor. Maar meestal krijg je er een blauwe tong van. Dus ik zal zo eens even kijken. Maar goed, ik zal even de boodschapjes laten zien. Ik laat eerst even de opgehangen dingetjes zien. Ik heb hier op mijn tong. Deze hangen. Heel leuk. Heel blij mee ook. Vind ik wat vrolijker staan helemaal straks die mat er ook ligt. Maar dat komt nog. Dan ga ik even doorlopen ook naar de boodschapjes. Oh ja, deze heeft mijn vader in de tas geduwd. Want hij vindt dat ik aan de kruipenscreen moet als ik uit bed kom. Ik heb hier een broccoli. Die kan zo wel de koelkast in. Groente natuurlijk. Ik heb mijn boontjes. Ik heb een schuutje. Ik heb hier kattenvoer en ik heb hier dus nog een beetje kassus. En ik had verkeerde gekocht, ik had zero gekocht. Daar heb ik niet op gelet. Maar die had ik dus voor Nathalie, maar die heeft er maar eentje op. En hier zit eigenlijk alleen nog koffiemelk in. Want de rest heb ik allemaal al opgeruimd, omdat het heel conflictenspul was. En dan heb ik deze even opgehangen. Dit is dat dingetje die ik had gekregen voor... kerst, maar die wilde ik eigenlijk bij mijn knutselhoek, maar dat gaat hem niet worden. Dus ik heb hem nu hier hangen. Er moet nog een lampje in. Alleen mijn vader heeft hier een gaatje geboord. Dus die moet ik morgen even dicht, want daar heb ik nu geen zin meer in. Vandaag is Molly jarig. Molly is de kat van mijn moeder. En die is vandaag 10 jaar geworden. En Molly is ook nog een halfzusje van Muis. Ze komen wel uit hetzelfde, bij hetzelfde eigenaar vandaan. Volgens mij hebben ze wel dezelfde moeder, maar niet dezelfde vader. Want anders weet je natuurlijk nooit bij katten. Hij is vandaag 10 jaar geworden en dat is wel leuk. Ik zal even een foto hierin plaatsen nog van Molly als ik nog een leuke foto heb. Want ik heb niet zo heel veel foto's van Molly. Maar dat is een super schattige kat. Dus die is alweer 10 jaar geworden. Even terugkomen nog op de oortjes. Want ik heb AirPods gekocht. Ja, de AirPods 2. Ik had natuurlijk oortjes voor mijn verjaardag gekregen. Maar die waren helaas... Doen die het niet meer. Dus ik heb nu echt de AirPods. Ik merk toch wel dat ik heel erg blij word van oortjes. Ik heb ze nu even op de oplader liggen. Ze kunnen er wel even af. Oh. Er zit een oplaadsnoertje bij. Dus ook echt... Zo, gaat lekker dan. Het is echt een heel compact dingetje. En dan klik je ze open en dan zijn dit de oordopjes. Ze zijn nu redelijk vol. Ik moet nog even goed lezen en zo. Maar... Komt echt heel goed geluid uit. Dus die heb ik gehaald. Omdat ik die heel graag wilde. En hieronder kun je ze opladen. Hier zit een knopje. Het gaat allemaal heel simpel. Ik ga nu lekker douchen. Mijn haar lekker wassen. Straks even eten. Ik hoef niet zo heel veel te eten. Want ik heb natuurlijk al vanmiddag kibbeling op en ijs. Dus vanavond denk ik dat ik nog even met de vlog aan de gang ga. Ik ga sowieso even Kaal van Holland kijken. En ik denk dat ik eventjes Flik Rotterdam ga kijken. Ja, voor de rest eigenlijk niet heel veel bijzonders. Eigenlijk gewoon een lekker basic avondje. Ik denk even wat voor de vlog misschien alvast doen. Lijkt me wel lekker om dan dinsdag of morgenmiddag nog even naar de foto's te bullet journalen. Omdat ik dat nu niet heb gedaan. Dus ja, ik ga even lekker mijn schoenen uitdoen. Die had ik net even aangetrokken om dat buiten te laten zien. Ik moet eerst even een touwtje eraan vastmaken. Want er hing daar nog een spijker. Ik kon even een touwtje aan. Ga ik de AirPods verder opladen, want het doosje was verder niet opgeladen. Ik heb ook een case gekocht bij de Action, maar die zien jullie in de shoplog. Maar die heb ik er dus ook bij. Die hebben ze bij de Action, dus dat was even dit. Ja, ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want vandaag natuurlijk heb ik weinig gevlogd, dus ik ga morgen gewoon proberen wat meer te vloggen. Dus ja, ik ga eventjes lekker mijn dingen doen en dan zie ik jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 17 mei. Ik zit lekker op de bank. Ik voel me een beetje zombieachtig. Ik denk als ik mijn bril afzet dat er wallen tevoorschijn komen. Ja, wederom weer niet zo goed geslapen. Maar goed, dat kan ik blijven herhalen. Dat weten we inmiddels wel.
Ik heb het heel erg koud. Maar het komt net, het taartje zat net lekker op schoot. Die is dan zo lekker warm. En dan gaat ze eraf. En dan merk je weer dat het wat kouder wordt. Ik moet ook zeggen, ik heb de verwarming ook niet aan op het moment. Nou, ik vind het een beetje zonde. Omdat ik gewoon met kleedjes kan werken. Mickey! Mickey zit boven te kleren. Er is nog wat omgevallen gisteravond. Maar ik had de zolderklep al omhoog. Dus ik weet niet zo goed wat. Dus ik moet straks even kijken. Vandaag niet veel op de planning. Stofzuigen. Eventjes de handdoek. Die handdoeken. Die witte handdoeken. Die wil ik even wassen. Want die zijn nieuw. En het is gewoon niet zo prettig als je nieuwe handdoeken ongewassen gaat gebruiken. De handdoeken waren ook nog niet aangevuld bij de plus helaas. Dus, maar volgens mij kon dat eventjes duren. Voor de rest eigenlijk even mijn foto's maken. En ik hoop eigenlijk nog even wat in mijn bullet journal te kunnen doen. Maar ik ga jullie vandaag neergespijten. Ja, is verder toch niet echt bijzonder. Gisteravond wel even Ik hou van Holland gekeken. Dat was ook de laatste. Nu gaan ze Dance 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 weer herhalen. Nou, daar voel ik weinig voor om dat nog een keer te gaan kijken. Want het duurt altijd zo gigantisch lang. En ja, ik heb niet zoiets van dat ga ik nog een keer kijken. Dat vind ik leuk om nog een keer te kijken. Dus ik denk dat ik vanaf volgende week films ga kijken. Ik weet ook niet of Lego Masters er nog op is. Maar als dat afgelopen is, misschien dat RTL4 nog wel weer met iets komt. Maar ik heb dat verder niet gevolgd. Dat ga ik ook niet kijken. Maar ja, ik denk dat het gewoon films worden. Ik heb daarna gewoon Flikker Rotterdam gekeken. En gisteravond heb ik Gossip Girl gekeken en Morten. Daar heb ik nog 2 afleveringen van. En dan is die serie ook alweer afgelopen. Ik heb ook al eventjes wat geëdit voor de vlog. Dus dat was op zich ook wel lekker. En ja, voor de rest een rustige avond. Weer lekker bezig. Ik had niet zo heel veel gegeten. Maar ik had natuurlijk gistermiddag al de vis op en het ijs. En eigenlijk is dat al heel veel eten voor wat ik normaal op een dag eet. Dus ik heb gewoon een klein beetje gegeten. Niet superveel. Ja, lekker mijn boek weer gelezen. Die is nu ook alweer bijna uit. Ik ga even boven kijken wat die katten doen. Dus kom ik zo bij jullie terug. Mickey was de doos met kerstversiering onklaar aan het maken. Dus die heb ik maar even naar beneden gestuurd. Ik haal daar van de doos af. En die is heel schattig, want dan loopt ze vol. Maar kijk, hier is het doordak. En hier staat een kerstversiering. We gaan nu geen kerstboom zetten. Nog langer niet. Dus we gaan ook nog de kerstversiering kapot eten. Je hoeft niet steeds boven te zitten, hè? Maar die haalde ik er van de doos af. En ik had zoiets van, ik weet niet of ze naar beneden wil. Want ik ga haar niet tillen, want dat vindt ze gewoon echt niet leuk. Dan gaat ze nagels doen. Maar toen ging ze voor me uitlopen. En dan loopt ze echt zo heel schattig loopt ze naar beneden. Omdat ze natuurlijk best wel klein is nog altijd. Ja, nou weer knuffelen, hè? Maar niet aan de kerstversiering. Dus dat is dan altijd wel heel schattig. Maar ze ging al zelf naar beneden. Dus dat was mooi. Mickey is ook de enige natuurlijk die boven komt. Want de andere twee geven er helemaal niks om. Tijger zit een beetje in de zon. Die tijger. Tijgertje. Die is ook. En mij zit hier, hè. Hé, muis. Oh, nu kijkt tijger ook. Dus die zit daar niet lekker aan het ontkarten. Maar ja, dat wordt eigenlijk een beetje de planning. Dus niet zo heel veel. Dat lampje wat er nu in zit, in dat dingetje wat gisteren is opgehangen, is wel heel fel. Dus we moeten eigenlijk wel een iets zachter lampje. Want hij is eigenlijk net te fel voor in de woonkamer. Dat is iets minder prettig, maar er kan wel gewoon een minder fel lampje in. Ja. Dus ik ga zo eventjes even stofzuigen. Dan ga ik even de dingen doen. Even spullen pakken. En dat wasje erin doen. Ik heb een rode vlekkerige huid, zie ik. Niet normaal. En ja, dat is dus eventjes de planning. Wat we gaan doen. Dus ik zie jullie sowieso natuurlijk later nog even terug. Maar zoals ik al zei, ik ga jullie eigenlijk nergens bij zitten met vloggen. Want ik wil ook even snel doorheen. Ik, ja... En niet helemaal fit. Ik voel gewoon, ja, niet heel veel voor om een dag te vroegen. Maar dat zijn jullie gewend op zondag. Dus ik ga even wat dingen doen.
Zo, de handwas draait nog. De foto's zijn gemaakt. Ik moet alleen nog importeren. Ik heb even gebulletjournald. Ik baalde een beetje. Ik bracht net de spullen terug naar boven. En toen zag ik dus dat... ik heb met mijn verjaardag toen een mandje gekregen van Nathalie. Die ik op kon hangen ook voor spulletjes. Maar dat plakkertje waar die dus aan zat, die is dus losgelaten. Dus alles was gevallen. Dus ik denk dat ik dat heb gehoord wat er dus gisteravond naar beneden kwam. Ik heb nu alles weer bij elkaar, netjes bij elkaar geraakt. Maar toen liet ik alles vallen. Potloden, stiften, de hele mikmak. Ik heb alles weer even netjes opgeruimd. En dan moet ik even een ander alternatief voor bedenken. Wat ik dan iets stevigs kan ophangen, waardoor die dus blijft hangen. Dus het beste zou zo'n Tesla spijker zijn eigenlijk. Moet ik even over nadenken. Hoe ik dat ga oplossen in ieder geval. Ik hoop dat die handwas straks klaar is. Zijn de handdoeken, dan kan ik morgen de zwarte was doen. En dan ben ik wel weer redelijk rond. Maar dit was ook wel even fijn dat de handdoeken erin zaten. Vanavond eigenlijk weinig op de planning. Je hebt vanavond weinig op televisie. Ik denk dat ik even help met mijn klusje ga terugkijken wat ik heb opgenomen. Dan heb ik iets voor zondag. En ik kijk wel naar Het Zijn Net Mensen. Dat dierenprogramma. En vanavond is het weer Gossip Girl en Rex. Ik denk dat ik nog even probeer verder te gaan met de vlog. En wie weet nog even. Ja, ik moet sowieso foto's bewerken voor mijn blog ook nog. Dus verder niet heel speciaal. Ik heb wel hele lekkere snitsels. Althans, die lijken me heel lekker. Die heb ik bij Lidl gekocht. Die waren nu in de vriezer. Dus daar ga ik er straks eentje van eten. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die smaken. Ik kan de doos wel even laten zien. Alleen het geluid is nog niet zo prettig. Omdat die wasmachine draait. Even kijken hoor. Waar heb ik ze verstopt? Hier. Deze snitsels heb ik gekocht. Dus ik ben heel benieuwd. Daar ga ik er straks eens een van eten. Straks even lekker uitgebreid douchen. Maar nu nog even lekker relaxen. Wat ik nog wel heb gedaan. Is het gaatje gedicht. Dat gaatje dus waar mijn vader gisteren door de muur was gekomen. Dat was hier. Heb ik dus even dichtgemaakt met plamuur. Dus dat is ook weer klaar. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan even relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 18 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik baal een beetje, want de katten hebben overgegeven. Ik ben er eens over gaan nadenken en ik heb het idee dat het door het zachte voer komt. Ik koop altijd wiskasvoer. Voorheen had ik ook heel vaak het huismerk, maar dat ging ook niet altijd goed. Maar ik heb het idee dat het met wiskas ook niet helemaal lekker gaat. Dus misschien moet ik eens overgaan op een ander merk. Ik heb nu nog een paar dozen staan, dus die ga ik wel gewoon opmaken. Ik kan niet meer stoppen met het zachte voer. Dit is eigenlijk een beetje onze schuld. Ik praat in ons vorm. Dit komt omdat toen ik de katten kreeg, toen was ik nog in een relatie. En op dat moment is er samen besloten om ze met zacht voer te geven. Het is begonnen met muis. Muis geeft er niet zo heel veel om. Maar ja, op een gegeven moment kwam Tijgertje. En Tijgertje heeft een rugzakje. Want die heeft een hele slechte start gehad als kitten. Dat heb ik al bij de zwaker verteld. Die kan niet meer zonder dit voer. Dat is bij haar zo een systeempje. Misschien heeft Tijgertje ook wel autisme. Dat kan ook bij katten voorkomen. Nee, dat is een beetje onzin natuurlijk dat ik dat zeg. Maar goed. Bij Tijgertje zit het zo in het systeem dat ze zacht voer krijgt. Ik geef ze maar één zakje over drie katten. Dus het is echt niet veel. Want het is natuurlijk ook geen maaltijd. Ze kunnen de hele dag voer eten. Dus het is gewoon puur... dat ze gewoon even wat lekkers hebben. Dat het is meer vocht natuurlijk. Maar het gaat de laatste tijd vaak mis. Nu zit het hier. Ik zal het even kort laten zien. Als je het vies vindt, kijk niet. Op het kleed. Dat kleed heb ik nu in de was. Alleen ik had dus al een was in de machine gedaan gisteren. Want ik had een heleboel zwarte was. En ik dacht, die doe ik alvast in de machine. Dan kan ik hem draaien. Die moeten weer even uit. Want dit moet nu eerst in de machine. Dus dat ga ik zo meteen maar doen. Maar goed, dat is een beetje jammer. Gisteravond heb ik gekeken naar... Ik had Help Mijn Man Is Klussen even opgenomen. Dat heb ik even teruggekeken. Want die voorstukjes zagen er heel heftig uit. Nou, ik had hem ergens al wel een keer gezien. Ja, het is natuurlijk herhaling. Daarna heb ik Het Zijn Net Mensen gekeken. Voor degenen die niet weten wat het is. Het is een quiz.
Het gaat over dieren. Het is heel leerzaam. Je hebt twee teamcaptains. Het is ooit begonnen met Philip Geubels en Najib Amali. Toen Philip Geubels het deed, vond ik het ook super grappig. Want ik vind Philip Geubels echt een grappig iemand. Ik ben normaal niet heel erg van cabaretiers en zo. Ik ken ze van naam, maar ik weet je even. Ik weet dat Jochem Meijer, die had toen zo'n sketch. Dat hij, omdat hij natuurlijk ADHD heeft. En wakker worden. Dat weet ik dan wel, maar... Ik ken er niet heel... Ja, ik ken ze van naam, maar ik kan niet zeggen dat ik heel veel cabaretiers zie. Nou ja, Philip Geubels kan ik echt over het algemeen best wel om lachen. En Najib Amali vind ik ook best wel druk. Maar het was een leuke combinatie. Op een gegeven moment is Philip ermee gestopt. Toen is Martijn Koning op zijn plaats gekomen. En nu is Najib er ook mee gestopt. En nu doet Jeroen van Koningsbruggen het. Dus nou, hartstikke leuk. En hun zijn dan de teamcaptains, dan heb je twee gasten en ze krijgen dus allemaal vragen over dieren. Op een gegeven moment kwam er een vraag over dat ging over hoe lang een tong van een dier is. Ze hadden ze de centimeters en hadden ze bepaalde dieren, dus hoe lang is de tong van dit dier? Dat moesten ze dan bij elkaar zien te puzzelen. Toen hadden ze een kameleon en een kameleon die heeft dus echt een hele lange tang. Tang, goh, gaat lekker. Tong. En een kameleon, die, ze hadden dus ook echt een kameleon in de studio. Nou, ik kreeg helemaal de kriebels, want ik vind dat echt doodeng. En toen ging die boswachter, die ging een beest voeren aan hem. Maar hoe die dat ook opat, die kameleon, zag er echt heel vies uit. Maar een kameleon, die heeft dus eigenlijk zo'n tong. Ze zeiden ook, je kunt het vergelijken, vroeger had je van die plakhandjes... Weet je wel, dan had je zo'n plakhandje, er zat dan zo'n hele lange sliert aan met zo'n rondje. Dan kon je je vinger in doen en dan kon je zo piep tegen het raam. Je ouders waren daar waarschijnlijk niet zo blij mee, want die hadden gelijk weer zo'n vlek van dat plakhandje op het raam. Daar kon je dus mee vergelijken dat die kameleon die steekt zijn tong uit en dat dier pakt er gelijk aan vast. Nou, heel handig, maar wel heel leerzaam. Het had ook iets over katten. Een kat... Die miauwt alleen tegen de mens en niet tegen elkaar. Want tegen elkaar gaan ze alleen maar grommen of blazen of knorren, spinnen. Maar miauwen doen ze alleen tegen ons. Dus eigenlijk proberen ze ons na te praten. Als ze ons horen praten, dan gaat een kat miauwen en dan proberen ze ons na te praten. Hoe leuk is dat? Dan heb ik gekeken. Ik heb Gossip Girl gekeken en daarna heb ik Rex gekeken. Ik heb foto's bewerkt, dus dat was lekker mijn avondje. Dat was top. Ik ga nu eventjes die wasmand uithalen en deze erin doen. En dan ga ik even stofzuigen en een video opnemen voor alvast voor zaterdag. Ik wil eigenlijk deze week ook alvast de Action Shop Log opnemen, zodat ik de spullen kan gebruiken. Deze Action Shop Log die komt pas begin juni. De eerste zaterdag van juni. Maar dat komt omdat ik voor deze maand mijn video's even wil afmaken. Maar dan staat dit in ieder geval op en dan kan ik de spullen gebruiken. Goed, ik ga dat nu even doen. Ik ga, als ik de video heb opgenomen, nog bulletjeren. Dus ik denk dat ik jullie daarbij zet. Maar ik ga nu eerst eventjes wat dingetjes doen, zodat ik ook verder kan. Ik heb nog wel mijn nagels gedaan. Dat is deze kleur. Ik heb het lakje er helemaal niet bij gepakt. Die zal ik even pakken. Misschien vind je het leuk om te zien. Where are you? En deze komt ook nog weer uit die collectie van Minnie en Daisy. Dat is deze. Hier staat de Daisy op. Ja, bij ons heet het Katrien hoor. Wij noemen haar Katrien, maar je kunt hem niet zo heel goed zien, want het is een donkere. Het is de kleur C06 Hot Temper. Dus hij is mooi paars. Goed, dat gezegd hebben, dan ga ik nu even wat doen. Zo, de video staat er inmiddels op. Ik moet vanavond even kijken of het allemaal goed is gegaan. Want ik heb dus nu iets nieuws geprobeerd met... dat had ik gezien in een video hoe je hem kon scherpstellen op de autofocus. Maar dat ging allemaal niet zo lekker. Maar goed, ik ga het gewoon even bekijken. En anders moet hij van de week even opnieuw. Maar ik ga het vanavond gewoon even kijken hoe het allemaal gelukt is. Ik ga nu even de spullen opruimen en dan ga ik bullet journalen. En daar ga ik jullie dan bij zetten. Ik ga eventjes de spullen naar beneden halen, muziekje aanzetten. En dan gaan we aan de gang. Ik ga maar even mijn oortjes in doen, want dat is wel lekker. En dan gaan we maar eens even wat doen. Thank you.
Zo, klaar. Ik zit nu op een bank zonder kleed. Want het kleed zit nu in de vaatwasser, wou ik zeggen. Die heb ik helemaal niet. In de wasmachine. Ik heb er nog wat andere was bij gedaan. Dus dat draait nog wel eventjes. Oh, foei. Ik hoop alleen echt dat de video goed gelukt is. Want ik ben er echt een beetje huiverig voor. Maar ik ga vanavond gelijk even nakijken. Ik wil vanavond ook nog eventjes de vlog verder alvast een beetje afmaken. En vanavond heb je weer Chateau Meiland. Daar heb ik wel zin in. Goede tijden weer lekker. Vind ik ook wel heel fijn. Maar het is natuurlijk nu het laatste maandje. Voor de rest heb ik... ik denk dat ik dat Man bij het Hond nog wel even ga kijken. Want ik vond het toch ook wel erg lachwekkend. En ik denk dat lachen zeker niet verkeerd is in deze tijd. Waar we nu in bivakeren. Ik heb een haar op mijn scherm. Ik ga even mijn artikel schrijven. Ik moet eigenlijk ook nog even met een artikel voor morgen aan de gang. Ik ga even kijken of dat lukt. En anders verplaats ik die naar volgende week. Soms moet ik ook de druk even wat verlagen, denk ik. Voor de rest heb ik Rex en Gossip Girl. Dus eigenlijk gewoon standaard. Ik eet terug lekker broccoli. Met aardappeltjes en vlees. En straks lekker douchen. En dit wasje nog even opruimen. En dan hoop ik dat ik morgen iets zwarte was kan doen. Dus dat is eigenlijk de planning. Wel even gebullet journaled. Maar ja, de inspiratie is weer even weg. Soms ben ik heb ik heel veel inspiratie. En nu is het weer eventjes wat lager. Maar goed, het scheelt. Weet je, je maakt nu niet zo heel veel dingen mee wat ik in die mus moet doen. Dus ik kan die mus nu wel een beetje updaten tot hoe ver het kan. En dan kan ik, als het goed is, zodra er weer wat meer dingen gebeuren, kan ik hem, dan heb ik er niet meer zo heel veel achterstallig werk aan. Ik kom ook niet meer uit mijn woorden. Ik ga jullie dan gewoon morgen weer zien, want het praten lukt niet meer. Ik ben moe, het wil allemaal eventjes niet meer. Ik zeg in ieder geval bij deze tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 19 mei. Ik ben klaargemaakt en dat is maar goed ook. Want mijn ogen die hingen ergens hier voor mijn gevoel. Natuurlijk is dat niet zo, maar ik heb net even een belgesprek gehad. En ik heb ook aangezegd van hoe gaat het met je? Ik heb gewoon gezegd slecht. Ik weet niet zo goed hoe lang ik het nog volhoud op de nachtmerries. Dus ik moet daar echt weer even over gaan praten vrijdag met de psycholoog. En als zij eigenlijk verder niks kan aandragen, moet ik toch naar de huisarts toe om te kijken of dat er eventueel, ja, wat hun daarvoor ideeën nog over hebben. Want ik trek dit niet heel lang meer, kan ik je wel vertellen. Het wordt me echt zwaarder. Ik werd net bezweet wakker. Ik was misselijk. Ik was helemaal gedesoriënteerd. Ik werd zelfs een beetje duizelig toen ik mijn drink aan het pakken was. Gewoon dat ik zo moet bijkomen van zo'n nachtmerrie. Maar dat is even iets wat ik weer moet gaan oppakken. Gisteravond heb ik gekeken naar Chateau Meiland. Was wel heel leuk. Ze hadden mondkapjes. Martien die had gelijk al het mondkapje gesloopt. Uiteindelijk hadden ze niet meer nodig, want de gast die hun daar hadden, die had gelukkig geen corona. Was een gewone griep, dus die kon gewoon lekker naar huis toe. Dus dat was natuurlijk wel positief. Daarna heb ik Man bij het Hond XL gekeken. Dat vond ik wel heel grappig. Ik heb zo gelachen. De mensen die aan dat programma meedoen, die zijn over het algemeen, de meeste zijn een beetje apart. Dit ging over twee mensen. Ik weet niet of het een echtpaar was of dat het moeder en zoon was. Maar die deden alles met teddyberen. Alleen die geloofden dus ook serieus dat die teddyberen opstandig werden. Dat hun op bed lagen en dat die teddyberen met propjes hadden gegooid. Ik had het niet meer. De tranen die vlogen over mijn wangen. Ik heb zo hard gelachen. En eigenlijk mag je er misschien helemaal niet om lachen. Maar gewoon hoe dat overkwam. Ik kon niet meer. Ik had het echt niet meer. Het was echt zo hilarisch. Nou ja, op zich is lachen natuurlijk helemaal niet verkeerd. Maar ik had het even niet meer. En ik had ook tegen mijn moeder gezegd, god, dat zou je eigenlijk eens moeten kijken. Want het was vorige week heel hilarisch. Mijn moeder zat het ook te kijken. Dus we zaten de app tussendoor. En het was zo grappig. Ik heb Gossip Girl gekeken. En ik heb Rex gekeken. Ik heb eventjes het artikel online gezet. Ik heb ook de foto's bewerkt voor het artikel voor vandaag. Ik denk wel dat dit voorlopig het laatste artikel is wat op dinsdag online komt. Tenzij er natuurlijk persberichten komen. Die zal ik online blijven plaatsen. Maar ik ben nu wel een beetje door de extra reviews heen. Dus dan ga ik het gewoon op dinsdag weer schrappen. Tenminste, dat is hoe ik er nu over denk.
Ik ga zo meteen, het is al wat later omdat ik heb gebeld. Ik ga even wat drinken. Dan ga ik de kattenbak doen, de gang en de douche. Het is gelukkig niet de week van de grote schoonmaak, dus ik kan een heleboel doen. Dus ik ga jullie er gewoon bij zetten. Ik denk wel weer alleen bij de douche, omdat ik vind het een beetje lastig. Omdat ik gebruik nog wel een beetje mijn oude statief, zeg maar. Want die nieuwe die staat gewoon netjes in mijn slaapkamer. Want die wil ik eigenlijk het liefst alleen voor mijn spiegelreflex gebruiken. Omdat ze anders best wel snel slap worden. Maar ik merk dat het een beetje lastig is omdat deze camera iets groter is als mijn andere camera. Dat hij niet echt lekker naar beneden kan filmen bij de kattenbak. Nou, zo fris is het voor jullie niet natuurlijk met al die trolletjes. Maar dat ga ik even lekker doen. Ik had net even mijn tijger geknuppeld. En ik kwam zoiets schattigs tegen. Ik ga even kijken of jullie dat kunnen zien. Ik kwam namelijk een herinnering tegen van Tijgertje toen ze nog een babytje was. Het was zo onwijs schattig. Kijk, dit was Tijgertje toen ze een babytje was. Hoe schattig, toen ze kitten was. Misschien zie je het niet zo heel goed terug. Hier was ze een beetje aan het slapen. Volgens mij had ik er nog één. Oh ja, deze met haar pootje onder haar. Ja, ik had toen niet zo'n hele goede camera, dus... Maar het is zo schattig. Ik vond het zo lief. Ik moest dit delen. Ik zal het ook echt aan Tijgertje laten zien. Van kijk, zoals je kitten. Niet dat ze er naar kijkt hoor. Waarschijnlijk snapt ze er helemaal niks van. Maar ik heb gewoon zo'n band met mijn katten. Maar ik ga nu even wat dingetjes doen. En dan ga ik jullie erbij zetten waar het lukt. Dus dat is even de planning. Alles is klaar. Dat geeft alweer een fijn gevoel. En ja, ik ben wel een beetje gaar, maar dat had ik al een beetje. Maar het is wel fijn dat het allemaal gebeurd is. Ik had gisteravond nog een heel anders dat momentje, want ik was Mickey ineens kwijt. Ondanks dat ik weet dat ze niet buiten kan zijn, raakt mijn hoofd toch een beetje bezorgd van waar ze kan ze zijn. Dus ik had al boven gekeken en geroepen, maar ze kwam niet. Dus ik dacht, maar ik wil op een gegeven moment naar bed. Ik denk, ik moet Mickey vinden, anders slaap ik niet. Ik denk, nou weet je, ik ga met de telefoon, met de zaklamp naar boven. Ik neem een bakje brokjes mee, dan ga ik daarmee schudden. Wie weet dat ze erop reageert. Nou ja, gebeurde niet. Dus ik trok de kast open. Dacht ze in de dekbed te slapen. Mickey die... Ik vind het heel lekker om in de kast te slapen. Ik heb daar ook nog sowieso mijn winterdekbed staan. Maar die zit in een hoes. En ik heb nog een dekbed wat ik hiervoor had. Omdat die eigenlijk nog wel goed is. Ik dacht, ja, het is altijd wel handig om te bewaren. Want stel je voor dat je een keer heel goed ziek bent of zo. En desnoods je hele dekbed onderspuugt. Heb je in ieder geval een reserve. Maar Mickey vindt het dus fijn om daarop te slapen. Dus ik met die zaklamp erin. Ja hoor, daar kwam een klein miauwtje. Dus nou, Mickey voorzichtig uit de kast gehaald. Ik ging naar beneden. Ik denk, ze volgt me wel. Deze niet.
gingen ze boven op zo'n trapje liggen rollen. Dus ik heb er heel voorzichtig opgepakt en mee naar beneden genomen. Want traplopen met Mickey is natuurlijk best wel eng, omdat ze dat gewoon eng vindt. Lijkt me ook logisch. Trap naar boven, haar op de grond gezet bij de brokjes. Toen gingen ze eten, daarna gingen ze maar verder slapen. Maar oh, wat kan je dan... Wat kan je dan helemaal in de stress schieten dat je er niet ziet? En dan kon ik ook gewoon, zit ik gewoon ook helemaal niet lekker. Dan denk ik, ik wil er vinden. En nou, hoop gedoe. En nou ja, dat was het wel. Ik ga straks lekker koken en douchen. En dan ga ik vanavond beter laat dan nooit kijken in de databox. Het was wel grappig, want het was het stelletje van vorige week. Die hebben dus echt een relatie gekregen. Die wonen ook inmiddels al samen, stond er op internet. Het vond ik wel schattig dat je dat dan toch nog wel even ziet. Ik moet nog even het artikel inplannen. Ik wil nieuwe foto's bewerken. Kijk, Gossip Girl en Rek, zaterdagavond. En de persconferentie, want die is vanavond. Die ga ik ook even kijken. Ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het knopje met mijn gezicht drukken, dat rondje. Maar op mijn kanaal zelf kan dat ook. Krijg je een melding zodra een nieuwe video online komt. Ik wil ook weer even alle nieuwe abonnees welkom heten. Want ik heb er weer een paar nieuwe bij mogen verwelkomen. Dus dank jullie wel dat jullie geabonneerd zijn. En superleuk dat jullie erbij zijn gekomen. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. Ik hoop je in ieder geval bij een volgende video weer te zien. En als je trouwens nog op het belletje drukt op mijn kanaal, krijg jij de melding zodra er een nieuwe video online komt. En hoef je niks te missen. Nou, ik zou bij deze zeggen, tot de volgende video.